Er zijn geen extra maatregelen nodig voor de boeren in de 10 kilometer zone rond Moerdijk. Dat antwoordt minister Schippers van Volksgezondheid op vragen van GroenLinks. Na de grote brand bij Chemiepak begin januari had GroenLinks-Kamerlid van Tongeren aangedrongen op regels over vee en gewassen in de Hoekse Waard en een deel van het eiland van Dordrecht. Volgens de minister zijn zulke regels niet nodig. Het CDA in Zuid-Holland betreurt de ophef rondom statenlid Yasser Vural uit Maassluis. Die doet op zijn website een indirecte oproep om bij de provinciale verkiezingen niet op zijn eigen CDA te stemmen, zolang de PVV niet wordt buitengesloten. Fractievoorzitter Hans Demuth heeft vrijdagavond in een telefoongesprek vooral op de vingers getikt. Excelsior heeft de uitwedstrijd bij VVV Venlo nipt verloren. Robert Cullen maakte al in de eerste minuut de enige treffer van de wedstrijd. Door de nederlaag blijven de Kralingers 16e in de Eredivisie met 22 punten. Dan de uitslagen in de eerste divisie. Sparta heeft de eerste wedstrijd zonder de opgestapte trainer Jan Eversen verloren. Bij Helmond Sport gingen de Rotterdammers hard onderuit. Ook FC Dordrecht verloor. MVV was in Maastricht te sterk voor de ploeg van trainer Henny Lee. Dus dit is een teleurstelling, maar we moeten het uiteraard weer snel verwerken en zorgen dat we de volgende week staan. Want we wachten ons nog 9 finales, 9 belangrijke wedstrijden om die play-offs binnen te halen. En daar moeten we voor gaan, dat geldt nog steeds. Vandaag is er veel bewolking. Er zijn perioden met regen en motregen bij een matige wind uit het zuiden. Het wordt in de middag 9 graden.